Nou moeten we kijken of de lijntjes erin komen. Ik ben jarig. Het is maandag. Ik heb alweer 2 huilbuien achter de rug. Ik weet niet, ik vind mijn verjaardag helemaal niet belangrijk, denk ik. Maar dit is wel voor het eerst in 100 jaar dat ik alleen wakker word. En er zijn duizenden mensen die alleen wakker worden op mijn verjaardag. Dus ik vind ook echt dat ik normaal moet doen. Maar ik ben er gewoon heel verdrietig over. Ik probeer het wel te relativeren, maar het lukt gewoon niet. Verder gaat het gewoon supergoed, dus... Dan denk ik, ja, als je dan video's plaatst over je leven, dan moet dit er toch ook in. Terwijl ik absoluut niet zo'n drama persoon hier wil worden. 21 maart 2019, ik ben 36 en ik wil een kind. En ik wil dit hardop zeggen, omdat ik me gisteren opeens realiseerde dat ik me schaam dat ik dat wil. En me gênant vind dat ik in de positie zit dat ik 36 ben en toch een kind wil. En eigenlijk een gezin wil. Nu ik mijn date beter leer kennen en gevoelens voor hem krijg. We daten nu 3 maanden. Begint die wens weer heel duidelijk voelbaar te worden. Ik heb eigenlijk altijd gewoon mijn hart gevolgd. Alleen het verrotte is natuurlijk dat ik niet eeuwig vruchtbaar ben. Ik weet niet zo goed wat ik hierover wil zeggen. Want ik was aan het daten een tijd met iemand. En gisteren hebben we besloten om daarmee te kappen. Omdat het gewoon niet... Lang verhaal kort. We vinden elkaar heel lief. Ik denk ook, ja, ik hou ook echt wel van hem. We zijn het eens dat we niet op een romantische manier met elkaar involved moeten zijn. Of je nou daar echt achter zit of niet, het is toch verdrietig. Ik ben toch gehecht aan hem geraakt en ja, daar gaan we. Dan zijn we weer single. Het is 4 juli en 16 juli word ik 37. En ik heb net een jongen 7 maanden of 8 maanden gedate. Maar die geen kinderwens heeft. En ik heb die wel. En hij heeft hem niet nu. Ik heb hem nu heel erg wel. Eigenlijk al jaren. Maar de relaties die ik heb gehad heb ik beëindigd. Omdat ik of dat diegene het niet wilde. Of dat ik het niet met diegene wilde. Dus tot nu toe heb ik de luxe genomen om kritisch te zijn. En niet maar een kind te nemen omdat ik 30 plus ben en met een vriendje ben. Maar nu ben ik dus bijna 37 en ik ben gewoon doodbang dat ik misschien wel nooit zal krijgen. Ik voel gewoon spanning en druk en alles gaat goed. Ik ben super gelukkig hier in dit huis in Amsterdam met mijn werk, met mijn vrienden, familie. Geweldig, alles is top. Alleen dat wil ik gewoon heel graag en het is iets instinctiefs, iets biologisch. Ik wil dat... Het is dinsdag 16 juli. Ja, niet gehuild. Gaat denk ik ook niet gebeuren. Want ik was op voorbereid ten opzichte van vorig jaar natuurlijk. Ik had allemaal al dingen geregeld. Tenminste vrienden van mij en familie. Die zijn natuurlijk ook doodsbang dat het weer misgaat. Dus ik zit onder de pannen. Op zich vind ik ouder worden helemaal niet erg. Maar... Jammer dat ik een kinderwens heb. Ik ken hem volgens mij. Ja, het is echt zo'n oude boy. Dat is een ex? Ik bedoel... Je hebt die eraf geknipt. Het is niet mijn energie. Oh, ik heb een match! Damn it, I was actually gonna sing this message to you. Then I got frightened and I didn't sing it. Your hands are beautiful, your eyes are too. And when we drink beer... Pretty happy to be here. Overdreven deze persoon. Goedavond, dames en heren, if there's any of you out there. En nu
ben ik dus 2 maanden geleden iemand tegengekomen. Hij is 41, ik ben 37. Alles is leuk aan hem. Hij is van alles wat ik niet eens wist dat dat kon. Want heel grappig, de dag voordat ik Richie heette, heb leren kennen, had ik met een vriendin van mij een mindmap gemaakt over wat ik allemaal leuk zou vinden in een potentiële partner. Toen begon ik met 3 dingen opschrijven, waarschijnlijk humor, sociaal en dat ik me aangetrokken moet voelen. Toen zei ze ja, verder. Ik zei nee, als ik erbij zet, ik hoop dat hij lief is, dan is hij waarschijnlijk weer niet grappig. En als ik zeg, ik hoop dat hij een leuke baan heeft of creatief is, dan is hij waarschijnlijk weer niet sociaal. Dus anyhow, zei ze nee, dat is onzin. Alles opschrijven wat je maar wenst. En toen heb ik echt 20 dingen opgeschreven in het midden baby. Dat ik echt hoopte dat hij ook een babywens zou hebben. Die dag swipe ik hem op Tinder en we spreken die dag daarna af. En we zitten helemaal op 1 lijn. We zijn allebei creatief, we kunnen met elkaar praten, lachen. Super grove humor. Heel lief is die. De seks is fantastisch. En natuurlijk dat we ook nog eens allebei heel graag een gezin willen. Dus ja, dit is een geschenk uit de hemel. I can't wait till we have a home mm-hmm. where we can decorate it with Christmas stuff. Just like a tree. And because this year it makes no sense, right? Make a really big one. A really big one. It's not even empty. Okay, what hebben we? Not too obvious. I'm afraid people recognize me. No, the other one. So I was super embarrassed. You're not, eh? No, not really. Let's go home, eh? Also, because this is a sensitive subject. Yeah, but this is part of it as well, right? Yeah. Talking about this wish with you is already super vulnerable, eh? You feel vulnerable talking to me about it? What date is it? Oh, yeah. It is. Oh, Sinterklaas. Yeah. Happy Sinterklaas. Another Sinterklaas without kids. So sad. I know for a long time already I want to have kids in someday if I meet the right person. And then now we met each other and we both don't have any doubts about if this is a good idea or not. But I think for me, and you agreed on it, that time pressure makes us do it this quick as well, right? Because I would love to be a mom, but also I have to do it right now. I would also love to be a dad. Yeah, you know, but you don't have the time pressure, but you understand I do, right? Yeah, totally right. I also think, and as other people have kind of pointed out to us, like, you know, I'm 42 and you're 37, and we both know what we want in life from past experiences, good and bad, yeah, in regards to what you expect from the other person, what you hope for from the other person, and everything I've ever wanted from anyone is in you and more. And it's not even about a right thing to do. It just feels that's all we want, right? We want to be closer together. And we want to do everything together. Yeah, yeah, all the time. We look forward to it. And I don't think I'll ever have any other friends. We will go start checking if the ovulation is there and then we go, fuck! Ik heb een heel leuk, bijzonder gesprek gehad met Richie laatst al en gisteren weer. Ik ga nu even wat dingetjes kopen die ik ervoor nodig heb. Ik ga mijn eerste ovulatietest doen. Richie en ik zijn nu zo'n 5 maanden samen. En we gaan kijken wanneer ik ovuleer. Doep, doep, doep. Kijk, dit is mijn reminder.
5, 6, 7, 8. Nou moeten we kijken of de lijntjes erin komen. 3 tot 8 minuten. Oh, ik even de wekker zetten. Ik zie wel een lichte streep, maar geen donkere. Hey, you do the talk, hey? Hello. What did you do? What do you want me to talk about racing home during a lunch break to discuss in detail and perform the actions of trying to have a baby together? Yeah.